Tommen! Vandaag zijn we bij een aflevering aangekomen, namelijk 87 van Disneycraft. En Robbie, wat ziet er weer leuk uit. Dankjewel. Leuke pyjama. Tot na het intro. Okay, people, let's go to work. Niet gelijk zo zielig doen. Hey Sam! Kom jij er ook weer aan, Sam? Hoe is die? Goed. Alles goed? Ik weet dat het een beetje lekt, Disneycraft. Ik wou een keer met Shaders Pack aandoen. Want dit ziet er gewoon wat leuker uit allemaal. En we zijn hier lekker in de server en dit is een heel nieuw gebied. Jullie hebben het waarschijnlijk nog niet eens gezien. Daarom loop ik er even grof doorheen. Maar dit is allemaal vers gebouwd. Vers van de pers. Roey, Waar ben je? Ik heb hier een kraan, dat past helemaal bij je. Dat is echt... hoort gewoon bij jou. Waarom? Waar ben je dan? Ik kom eraan. Oh, je kan vliegen. Je bent net Superman. Superwoman, hè? Super. En nee. Sam, hallo. Sam, je hebt je paaskin nog aan. Het is geen Pasen meer. Nou, Sam, het maakt niet uit. Sam, kijk eens. Oh. En Roy, een bloemenwinkeltje. Bloemetjes. Wie gaat er wat verkopen? Oh, Sam, kijk, Sam gaat verkopen. Hallo meneer, heeft u voor mij een wieplantje? Oh my god. Ik heb wel een steen. Wat? Ik vraag alleen om een wieplantje, dat mag toch wel? Dat zeg ik het ook niet. Ach, volgens mij heb ik... Dan kun je kweken en geld verdienen, Roy. Ja, dankjewel. Dankjewel, een wieplantje. Heeft u er nog één? Voor één voor mijn vrouw. Dan verdienen we dubbel. Wil je aansteker erbij? Ja, is goed. Kijken. Hebben we aansteker? Roy, aanstekertje. Waarom moet ik een aansteker? Ik hoef die wie niet aan te steken. Ja, hij denkt natuurlijk dat je het wil oproken. Oh. Kijken. En. Ja, ja, die doet het. Om een papiertje om het in te prikkelen. Ja, dankjewel. Oh. Om te dat doe jij wel. Jij bent goed in dat filter. Oh ja. Ja. Maar wist je trouwens dat als je wiet rookt. Ik weet dat het natuurlijk drugs is. Maar bij wiet, als je zeg maar een pure wiet rookt. Dat dat beter is dan als je met tabak doet. Want tabak is natuurlijk. Ja, daar zit natuurlijk. Daar krijg je wel ziekte maar van. Maar beter in welk opzicht? Is het lekkerder? Of nou, is het sowieso beter voor je? Nou, sowieso. Misschien raar onderwerp. Maar alcohol is slechter dan wiet voor je lichaam. Oké. Okay. Ja, logisch. Want bij het is allemaal niet aan de alcohol, maar sowieso, aan de wiet. Nee, maar wiet is sowieso niet agressief. Alcohol maakt je agressief. Is gewoon echt zo. Het is gewoon echt zo. Wiet maakt je een beetje stoned en een beetje relaxed. Je wordt high, je wordt relaxed. Je reageert heel langzaam op dingen. Maar bij alcohol, hè, dan met alcohol ben je gewoon heel snel agressief en dronken. En dan ga je gekke dingen doen waar je later spijt van hebt. Ja. Maar dat wil ik natuurlijk niet. Heb je ervaring mee? Nee, absoluut niet. Echt niet. Vooral niet agressief, maar het is gewoon, het is gewoon een soort van, het is gewoon zo. Ja, maar sowieso niet aan het begin natuurlijk, alcohol sowieso niet en wiet sowieso ook helemaal niet. Ook geen drugs doen. Nee, drugs are bad. Gedraag je. Ik vind het echt een mooi, plaatje Roy met de Shaders Pack. Heb je hem ook aangezet? Ja. Moet je kijken. Het glas is anders toch? Ja, het glas ziet er veel mooier uit. Echt glas is het nu, hè? Ja. Even kijken, dit gebied is nieuw wat je hier ziet. Al die bomen, we hebben een nieuw loopspookhuis gemaakt. Ik laat niks zien. Ik laat alleen vanaf de buitenkant zien. Het is echt heel simpel. Je gaat naar binnen en je komt eruit. Nou. Maar of het... niet. Nee, of niet, dat is de vraag. En in dat spookhuis, het geluid is echt keihard van Minecraft. Ik ga het gelijk wat zachter doen. Excuus mensen. Tussen dat spookhuis, ik heb trouwens wat nieuws uitgevonden. Dat gebouw. Daar heb ik twee van die redstone blokken op gedaan. En twee van die pistons. Vier van die pistons uit laten steken. Achter je, Sam. En daardoor is dat huisje ineens... ziet het er zo leuk uit gewoon. Ik heb dat nog nooit zoiets gebouwd. En ik dacht, ik ga dit eens proberen. En het ziet er echt hartstikke leuk uit. Vind je niet, Sam? Ja. En daaronderuit kan je rook laten komen. Kopweb. Dat het net lijkt alsof er kopweb uitkomt. Uit die, rook, joh. Ja, het is een heel leuk dakje. En hier zie je dat het helemaal opgeschroefd is, dit gebied van, ik was er nog helemaal niet blij mee van, het ziet er niet uit. Dus we hebben het een beetje aangepast. Ik laat het meteen zien. Hier komt een nieuw sprookje, wat met goud is bedekt. En even kijken, het sprookjesbos ziet er ook zo leuk uit in de shaders, jongens. Oh. Echt, hè? Ja, echt heel gaaf.
Of het Sprookjesbos, Disneybos moet ik eigenlijk zeggen, maar ik zeg wel het Sprookjesbos. Nou, hier zien we dus, komt nog een nieuw sprookje ook. Dit is natuurlijk het kasteel waar Roy aan gewerkt heb. Hier komt ook nog een nieuw sprookje. Nou, daar zien we een soort van kaboutertje. Dat hoort ook nog bij het sprookje, maar sluit aan op het piratenthema. Heel apart, echt heel leuk. En even kijken. It's a Small World, de attractie, dat is natuurlijk 101 Dalmatier. Hier komt It's a Small World. Nou, je kan er nog niet in, maar ik kan dit vast kapot maken. Want dan kunnen mensen alvast gaan kijken en koekeloeren. Dus als je deze video ziet, kan je alvast een beetje gaan kijken hoe en wat, hoe het eruit ziet. Maar dit pad loopt dus daarachter. Dat is It's a Small World. Een hele, nou, best wel redelijk grote dark ride. Wat je kan doen is nog hier naar links, achter de schermen bij It's a Small World. Je ziet een gebied. Kan je nog niet in, want de hele attractie wordt nog niet geopend. Nou, je kan hier naartoe lopen. Het is gewoon leuk om even een rondleiding te geven aan de mensen. Want hier komen jullie niet zo vaak. En ik hoorde pas een complimentje over ons bouwsteltje. Dat als je de oude aflevering kijkt van Disneycraft, aflevering 10, 20, 30, tussen die zooi. Dan merk je hoe wij hebben gebouwd, hoeveel verschil we hebben gebouwd. Hoeveel Main Streets, verschillende Main Streets we hebben neergezet. En dat we zo vooruit zijn gegaan met bouwen. En dat is niet opschepperig bedoeld, maar gewoon, we hebben gewoon ontzettend, ja, we zijn ontzettend opgeschoten en geleerd van alles. En dat vind ik gaf. Iemand zei dat pas en ik had zoiets van, ja, daar heeft hij eigenlijk wel hartstikke gelijk in. Want het klopt ook gewoon. We hebben best wel vordering gemaakt en zo, vind je niet? Zeker. Ja, toch? Ons gewoon een beetje ontwikkeld, denk ik, in het bouwen en zo. Ja, we hebben gewoon van elkaar geleerd. En ja, dat maakt het denk ik heel leuk. En Disneycraft 2.0 wordt dan eigenlijk, weet je wel, echt al tjaka. We gaan alles op alles zetten. En dat is binnen waarschijnlijk 2 weken dat we al beginnen met bouwen. Dus dat wordt fantastisch. Maar ja, ik kan je wel meegeven dat er eigenlijk ook weer, ik hoop dat het allemaal goed gaat. Want ja, je weet het altijd als je iets wil doen. En je wilt iets voorbereiden, dan gaat er altijd wel iets mis. Er komt wat tussen of er gebeurt wat. En ik weet niet, Roy, ik heb gewoon het gevoel dat er gewoon iets misgaat. En denk je? Ja, ik weet niet. Ja, dat is toch vaak zo. Dat je denkt van, nou, hè, dat er iets gemis gaat. En je denkt van, ja. Oh. Weet je? Ja. Nou, het is niet zo druk op de server, dus we hebben heerlijk even op ons gemak kunnen we lekker bouwen. En Sam, je was even in het riool aan het kijken van Ratatouille. Oké. Okay. Ik denk dat dat niet ja is. Ja, wat vind je van Disneybos, Roby? Want ik vind toch dat het een hele, als ik kijk naar de map, ik laat het even zien aan de mensen. De map wordt geladen. Als je kijkt hoe groot het sprookjes of het Disneybos is geworden, dan is dat bijna een compleet park gewoon. Het is ongelooflijk. Hier is de map aan het laden, moet even wachten. Maar dit is de foute map. Oh, nou ja, dit is de foute map. Of Irma heeft hem al geüpdate. Ik denk het wel zo te zien. Inderdaad, nou goed, gecomplimenteerd aan Irma. Irma doet namelijk de mappen. En dit is de complete map van Disneycraft. En dan zie je dat er eigenlijk al heel veel gebouwd is, maar dat het nog niet af is. En dat willen we juist in Disneycraft 2.0 doen. Dat je verandering ziet in dit wat ik nu laat zien. Het totale fotootje wat je nu krijgt te zien van mij. En als je al stiekem ziet, zie je al waar de nieuwe span komt te staan. Nou ja, een klein beetje. Kijk, de groene plekjes zijn de mapkaarten. Nou, daar is het nieuwe gebied. Wat je hier voor me ziet is het nieuwe Disneycraft gedeelte. Wat nog in aanbouw is, zoals je ziet. Wordt echt ontzettend vet. En een compleet nieuwe attractie. Die wordt gebouwd, maar die staat nog niet op de map. Wil ik even naartoe gaan. Aan het einde, dadelijk, als we dit hebben gedaan. Nou, zoals je ziet is, even kijken, dat het hele Sprookjesbos. En dan ga ik even voorstaan, hier recht voorstaan. Dit hele gebied wat je groen ziet, is gewoon compleet het Disneybos. Dat is echt huge. Het is echt gewoon echt een hele hand. Gewoon als ik mijn hand erop leg. Het is even groot. Het is groter zelfs dan het hele plein. Het hele Disneyplein met het hotel. Bijna even groot zelfs, bedoel ik. Ongelooflijk. Het loopt nog helemaal door naar achter. En zelfs de It's a Small World, die loopt nog helemaal door. Nou, we gaan even nu naar de nieuwe attractie. En die ligt vlak bij de span. Misschien leuk om te zien. Even kijken, we gaan eens even kijken. Want we gaan vliegen voorbij de groene bomen. En Roy, wat kan je vertellen over dat nieuwe gebiedje? Want het ziet er echt fantastisch uit.
Moet ik het helpen? Wat zeg je? Even zelf zien. Waar ben je? Bij het nieuwe attractie. Mensen hebben dit nog nooit gezien, de mensen. En dit laten we gewoon even zien, project Vincent. Ja, ik werk er compleet zelf aan, want ik vind het geweldig. En dit is een attractie die ik altijd al in Disneycraft heb willen zien. Ja, willen zien, zeg maar. Dat is gewoon, dat is Disney Gardens. En dat is ook wel een beetje jouw attractie, stiekem, hè? Het is, het is wel een beetje stiekem jouw attractie. En dit nou, is jouw project. Ja, het is mijn project, maar wel een beetje jouw attractie ook. Ik weet niet, hoe in jou denken als ik hierbij bouw? Oh. En dan komt het altijd omdat jij altijd zo tuttebel bent met van die bloemen. Daarom. Dus, ik heb een kleine layout gemaakt. En die gaat langs... het is gewoon een relaxed boottochtje. Zo moet je dit zien, deze attractie. En ik ga naar mijn shaders uitdoen. Ik weet het. Maar kijk hoe snel Minecraft verloopt. Het is ongelooflijk. Wow! Nou, alles is heel snel. Het loopt allemaal vloeiend, Disneycraft. En Roya, waar ben je? Hier. Waar? Hier. Waar ben je? Oeh. En ik heb verplicht gezegd van we gaan die niet aan bouwen. Maar in deze aflevering kunnen we daar wel een uitzondering van maken. Vind je? Ja? Ja, ik vind dat wij hier wat aan moeten bouwen. Nou, en wat kunnen wij bouwen? We kunnen een beetje heuveltjes maken. Maar wel dat je wel wat dingen ziet. Dus ik wou een paar NPC's hier plaatsen van Disney. Nou, die ga ik nog niet plaatsen in deze aflevering. Want dat is eigenlijk een beetje een verrassing voor als je in deze attractie erin gaat. Maar we kunnen wel een beetje de natuuromgeving mooi maken. Ik, hè? Ja, toch? Ja, toch? Zo. En wat je dan eerst moet doen is natuurlijk de natuur afsluiten. Want erachter zit alweer een verboden gebied waar je niet mag komen. Nou ja, dat is voor de Disneycraft 2.0. Dus je hebt nou alweer te veel gezien. Je hebt alweer te veel gezien, jongens. Nee. Kijk, en nu zou je denken, die lelijke heg, het ziet er niet uit. Maar daarvoor komen nog meer bomen. Het is gewoon dat mensen niet kunnen freerunnen naar. En dat is altijd als je twee blokjes hoog maakt. Nou vind ik het niet erg dat als mensen freerunnen op zich. Ik zal het niet te hard zeggen, want anders gaan mensen misbruiken. Maar freerunnen is je komt soms op gebieden waar je eigenlijk niet hoort te komen. En dat is eigenlijk het nadeel van freerunnen. Wij hebben het zo ingesteld dat je op een bepaald gebied niet verder kan freerunnen. Dus je kan wel in onze hele map spelen en kijken. Maar voor de rest kan je niet veel doen, zeg maar. Oh, Sam, je bouwt even lekker mee. Jij maakt een klein heuveltje, zie ik. Ja, dan heb ik Graneveld. Graneveld, leuk. Ik ben heel benieuwd hoe je dat gaat doen, Sam. Dan gaan wij nog even natuur even afscheiden van de buitenkant, zo. En hier gaan we gewoon random dingen plaatsen. Het wordt een natuurritje, dus denk aan prachtige bloemenvelden. Denk aan heuveltjes, denk aan een mooi landschap. Denk aan, aan een mooie vrouw. dat is gewoon een relax momentje, Roy. Nou, zeg. Wat is ze? Ja. Kijk, hier kunnen we wat zand... Ach, een lolletje toch. Mag toch wel. Kijk, hier doen we wat zand hier. Misschien kunnen we een klein strandje maken. Of is dat raar? Kom eens kijken, Rovi. Is dat raar als ik een klein strandje maak met een leuke palmboompje of zo? Of iets? Ik weet het niet. Vindt het niks? Is het niks? Ja, ik weet niet of dat zo mooi aansluit. Nou, dan doen we het weg. Nee, ja, oké, dan doen we wat anders. Bedenk eens wat. Wat kunnen we hier plaatsen? Hoezo is dat? Gras? Alleen maar gras? Nee, maar... Een leuk huisje, een leuk Disney-huisje. Misschien een leuk paddenstoel. Oh, die staat er al. Botergrot, zeg maar. Met een waterval. Ja, is goed. Succes! Nou! Dan maak ik hier eentje. Daar heb je heel dat is heel slim. Misschien kunnen we dat van cobblestone maken. Van cobblestone slab. Ja, werkt dan met mij hier. Ja, is goed. Is ook goed. Ik zou de stone pakken. En ik zou misschien de mossy cobblestone pakken. Want die is ook wel erg leuk. Dat zijn wel een beetje de basisdingetjes. Oh, verder naar achter niet? Ja, moet... Weet niet. Ik zou een beetje verder naar achter doen. Ja, maar ik doe maar iets. Kom maar. Dan maak ik hier het water. Laat ik een beetje daar naartoe stromen zo. Inderdaad, dat het aansluit op elkaar. Dan de onderkant ook. En daar doe ik een beetje mossie. Want daar komt namelijk het water komt langs de cobblestone. En daardoor groeit er wat mossie op die kant, zeg maar. Dus
een beetje realistisch bouwen. Dan kunnen ze nog je place doen, toch? Ja, wat jij wil. Kijk hoor. wat jij wil. Nou, een beetje slabs erbij doen. Dan, maak je, dan heb je meer verdiepingsdingetjes. Inderdaad, we kunnen het water inderdaad zo kunnen laten lopen dat dit... Even kijken, dit is wel een heel leuk idee. Wacht even hoor. Ik heb een heel leuk idee. Ik weet niet of het lukt als ik hem hier laat stromen. Moment. Kijk, al doe ik hem nou... Oh, ik laat hem vallen. Even kijken of mijn berekening knopt. Okay. Ja! Ja, juist. Dit ziet er goed uit. Mijn berekening klopt. Daar ben ik eigenlijk wel heel erg trots op. Dit is genoeg, denk ik zo. En als we nou... Ja, ik denk aan als we... Ja, wat slap. Ja, toch? Wat slapjes. En dan is het al bijna klaar. En misschien het leuke als we wat plantjes kunnen bouwen. Hier. En dan denk ik eigenlijk aan de... Ja, hoe zeg je dat? We moeten wat plantjes proberen hier in te krijgen. En dat, ik denk dat we dat kunnen doen met potsel stiekem aan de achterkant te verbergen. Kijk, als we dat nu hier doen. Dan kan je daar een plantje op doen. En dan zien mensen niet dat je daar potsel hebt neergezet. En dan zou ik daar een gras. Ik denk tall grass of anders die fern. Fern en grass zou ik gebruiken eromheen. Denk je niet? Ja. En misschien dat we dat potsel, even kijken, waar staat dat potsel? Die doe ik ook even in mijn inventory, zo. En Roy die stoort zich altijd als ik heel veel in mijn inventory heb staan. Ja, dat kan ze niet tegen. Oh jee, kan ik de video al niet meer kijken nu? Hoezo? Nee, ja. Kijk jongens, mijn inventory zit altijd vol. Kijk, het zit helemaal vol met bloemetjes en potjes en 28 trapdoors. Oh, nee. Ik zal het speciaal weghalen voor je. Hé, hey, wat stond daar erbij? I'm firing Malaysia. Soms krijg je ook van die rare dingen in je inventory. Wauw. Zo, en hier nog eentje achter zo. Oh, dat ziet er leuk uit. Sammetje, jij bent wel lekker een farmer maken hier. Met boomwiel gaat het sneller, je weet zelf. Je weet zelf. En misschien leuk, Roby, om hier een berengrot te maken. Dus denk aan dit. Kijk, ga even. Nee. Kijk, zo, even een model maken. Kijk, stel je maakt dit hier zo. En je maakt dit zo tot hier. Kijk, dan maak je hier een opening of zo voor een grot. En daar doen we een paar beertjes in. Ik vind beertjes? Dat, ja, ik vind dat zo leuk als je een paar beertjes in doet. Dan kan je dit gelijk bedekken. Wat eten? Ja, hoe weet je dat? Ja, omdat je altijd beertjes neerzet. Ja, maar die zijn leuk. We hebben kroebeer. Waarom zou je hem niet neerzetten? En het ziet er leuk uit. Als je gewoon een beetje dit opvult dadelijk en je ziet niks meer zo. Een al rots. Je moet altijd een schets maken, mensen. De handige tips weer van de Disney gaan bouwen. Zo, dan maak je een grotje zo. Een beetje vierkant, maakt niet uit. Zo, die doe je een beetje zo en een beetje zo. Doe wat slapjes erover, dan zie je er niks ervan. En de ondergrond moet sowieso ook cobblestone worden. En die kan je dan mixen met... Even kijken, wat is de mossie-code, Roby? Mossie? Ja, mossie cobblestone. Kijk voor je. Ja, is goed. Ik wacht. We wachten allemaal geduldig. 48. 48. Kijk, dan kan je wat leuks maken van die zooi. Zo. Kijk. Het ziet er al een stuk leuker uit. Dan kan je dit bedekken met slabs zo. Dan zie je niet dat daar potsel zit weer. Dat kunnen we hier ook doen. Hup, zup. En dan doe je potsel met een fern of tall grass een keer. Kijk. Het ziet er al... Wat is het? Wat? Nee. Nou, dan pak ik mijn player hat. Van de krolbeer. Zo. En dan pakken wij een bruin stukje wol. Of een brown kunnen invullen. Dan pakken wij de... En dan pakken we ook nog een levertje. En liefst ook nog een button. Ik laat zo zien waarom. Een bruine button. Hoort er altijd bij. Dan moeten we even de fern weghalen. Ik zal je missen, jongen. Dan pakken wij up. Dan zeggen wij hup. Dan zeggen wij de hup. En dan zeggen wij de hup. En dan heb je een heel leuk beertje. Met een kroeler. Zetten we hier ook nog eentje zo. En die wuift naar de mensen. Die staat een beetje schuin zo. Die heeft dan geen dingetje op zijn buik. En we kunnen er ook eentje bovenop zetten inderdaad. Als we nou hier zo zetten we hem gewoon met zijn buik op zo. En die kijkt gewoon een beetje zo. Die zit gewoon bovenop zo. Nou, het ziet er hartstikke leuk uit. Zo. Ja, zoiets is leuk. Hier is een slapje zo. En hier nog wat slapjes zo.
slapjes kan je het beste mee bouwen. Dat zeg ik je eerlijk. Slaps zijn zo goed ja, bedacht eigenlijk. Ik vind het verschrikkelijk goed dat ze dat hebben gedaan ooit. Mm-hmm. Ja, het is gewoon heel hele mooie dingen kan je ermee maken. Zo, dit maken we allemaal ferns zo hier. En dan pakken we ook nog wat grass vandaar. Kijk, kunnen we helemaal daarachter kunnen we wat groenbeplanting maken in het berenbos. Oh ja, dat ziet er leuk uit. Ik laat een Sam vragen of hij het even oordeelt, wat we net hebben gemaakt. Sam, oordeel. Ja. Vind je het leuk? Ja, hallo. Jawel, oh mooi. Nou, Roy, mooi zo. Kijk, hij staat... Hij staat hier zo, zie je het? Zo. Ja, dit ziet er leuk uit. En misschien kunnen we nog een leuk fonteintje hier beneden maken als mensen langskomen. Dan, dan denken ze van, oh, wauw. Ja, dit ziet er fantastisch uit. Dit is hartstikke leuk zo, dat je zo'n attractie kan maken met leuke thematisatie. Dat vinden mensen heerlijk. Maar hoe we dit nou kunnen bedekken, dat is natuurlijk heel makkelijk. Als ik nou gewoon mijn arrow tool pak. En ik zeg zo van, EBT tree. En ik ga gewoon verschillende soorten boompjes hier neerzetten. Dan kan je dat bedekken. Of als je hier vaart, dat je dan ziet wat daar komt. Kijk, dan kunnen we even zand plagen door hier even een boompje neerzetten zo. En dan wil ik even een BT Big Tree. Wil ik even hier neerzetten zo. Let op. Pats. En daar. En dan bedekt hij gelijk de... Ja, het... Kijk, het ziet er ineens een stuk beter uit. Ja, leuk. Ja. Zo, niet zo'n grote boom nog. Niet te veel, want ja, grote bomen nemen echt heel veel beslag in. Zo. Kijk, en als je hier nou een klein bosje hebt hier zo, dit wordt groter natuurlijk. Maar dan kunnen mensen wel heerlijk hier naar kijken. Ik pak even snel mijn boomwiel. Dit is een beetje een tutorial video weer, Roy. Ons gebouw hier, hè? Een beetje wel. Ik mis nog steeds het dakvideootje met de vrouwendiscussies. Ja, vind je niet? Ja. Ik kan zeggen wat je wil, maar de vrouwendiscussies waren hartstikke leuk. Ik had altijd gelijk. Was er maar één, toch? Nee. Uiteindelijk was ik altijd degene die toch gelijk had. En jij maakte het dak steeds weer verkeerd. Ik dacht dat ik een vogeltje hoorde. Een hele realistische attractie dit. Oh, dat is leuk joh. Met die molen. Hartstikke leuk Sam. Ziet er echt ontzettend leuk uit. Hè, dat maakt het wel anders. Weet je wat we moeten doen met deze attractie? Daar ben ik pas achter gekomen. Dat het zo verschrikkelijk leuk eruit ziet. Als je sugar canes gebruikt. Ja, ik weet niet. Maar het maakt het zo mooier de attractie. Kijk, als ik nou gewoon hier een sugar cane plaats. Even kijken hoor. Hier is langs de kant. Het ziet er zo leuk uit als je een paar sugarcane'tjes plaatst. Ik weet niet, het maakt het zo vrolijk. Ik vind het gelijk al een toffe attractie dit. Dus daarom, dames en heren, dit wordt allemaal geopend in Disneycraft aflevering 2.0. Dus hou zeker mijn kanaal in de gaten. En nogmaals, ik hoop dat het allemaal goed gaat, maar dat ga je zien op mijn kanaal. Dus houd het in de gaten. Bedankt voor het kijken naar deze video. Bedankt voor het meedoen, Sam en Roy. En tot de volgende video in Disneycraft 88 gaan we verder. Doei doei! Sorry Sam, ik heb hem gesloopt. Sorry. Ja, oké. Okay. Sorry. Niet springen, Roy, daar, dat is gevaarlijk.